Hey, en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe review. Dit keer vanaf de najaarskermis in Bergen op Zoom. Ofwel, het Krabbegat. Meestal wordt het najaar, in ieder geval dat was de afgelopen 2-3 jaar, het gauw op de grote markt. Dit keer is dat het geval niet. Nou is hij weer terug verhuisd richting Kiek in de Pot. Hier was een veldje richting... hoe kan je dat best zeggen, richting de boulevard. Daar heeft het 2 jaar of 3 jaar ook gezeten toen ik hier nog woonde. In ieder geval, ik woon nu weer lekker terug in Roosendaal. Ik ben geboren getogen. In ieder geval excuses als je hem hoort hoesten, hoort snaperen of weet ik wat. Of rare geluiden maken tijdens de review. Maar ja, ik ben een beetje verkouden. En mijn neus zit best wel goed vol. Ook doe ik snuit, werkt gewoon niet. In ieder geval, ja. Nou is het echt bijna het einde. In ieder geval, laat het zo zeggen, het einde van het kermisseizoen hier in Nederland. Eindigt volgende week, helaas. Maar in ieder geval, niet getreurd. Er komen nog een paar mooie rapportages vanuit Duitsland. Namelijk vanaf de Weihnachtszauber in Herne. Waar we naartoe gaan. We gaan ook nog over een paar weken naar Soest toe. Naar de Allerheilige Kermis. Ja, dat is eigenlijk een kermis net na Halloween. Dat is al over 2-3 weken Halloween. Ja, dan is het eigenlijk alle heiligen, alle zielen is het dan. In ieder geval, ja, we lopen dus nu richting Kiek in de Pot. De najaar en de voorjaar in Bergen op Zoom kunnen altijd wel verrassend zijn qua zaken. Omdat deze wordt georganiseerd door familie Valen. En de familie Valen komt hier uit Bergen op Zoom vandaan. Dus ja, dat zijn altijd wel leuke en mooie gezellige kermissen. Maar ik heb al gehoord van dat die dit jaar minder is. Nou, we zullen het wel zien. Maar ik zou zeggen, niet van deze leuke review. Hier vanaf de najaarskermis van Kiek in de Pot uit Bergen op Zoom. En morgen gaan we dan naar Bochel toe. En ja, daar gaan we heel veel plezier maken op een paar mooie zaken. En dan zondag gaan we naar Sittard toe. Naar het Oktoberfest. Ofwel de Oktoberfeesten in Sittard. Waar altijd heel veel Duitsers zijn. Waar het soms verraderlijk koud kan zijn. Of soms best wel warm kan zijn. Maar dat is allemaal voor dit weekend. Maar ik zou zeggen, geniet van deze leuke review. Hier vanaf Bergen op Zoom. Richting Kiek. En je ziet daar eigenlijk al een verwelkomstbord. Er staat welkom op de Bergse kermis. Nou, dat was de afgelopen edities nog nooit hier op Kiek. Maar er hangt al heel veel lekker rook. Dus ja, het wordt sierzwaaien, turbo en tempo draaien. Op de leukste zaken hier in Bergen op Zoom. Die uit Bergen op Zoom vandaan komen. En zo starten we hier met Assault Trampoline. Van een bergsexploitant, mij heet laatst even niet bekend. En dan hebben we hier nog de Ghost House, Rijstonden, Smit en Albers, die we nog op de winterkermis hebben gezien. In ieder geval afgelopen winter een heel mooi restyle gehad op de voorfront. Dus ik ben heel benieuwd hoe zal hij de komende winter binnen gaan worden. En andere vernieuwingen. Maar dat is waarschijnlijk eventjes voor volgend jaar. Heel misschien dat we hem volgende week nog gaan doen. Maar ja, sowieso denk ik wel volgend jaar. Maar hier zit altijd toch wel een leuke show erop. En zo gaan we verder de kant op richting de Walking Strat. Dat was Walking Street, Walking Strat. En dan hebben we hier nog de minicars. Reis van de Keizer. Niet Keizer, hoe ze de Duitsers het zeggen. Maar ja, deze komen we altijd op de najaar tegen. Op de voorjaar altijd danderen. En draai door naar de volgende zaak. De Stevens, de Megapoliep. Reis onder Michel Schimmelpenning. Hier uit Bergen op Zoom, uit het mooie Krabbegat.
Ik dacht gebouwd bij Bakker, maar dat weet ik niet te zeggen. Maar het is een spijlerpolie. Ja, rijst onder schimmelpanning. Nou, dames en heren, volgens mij heeft Michel Schimmelpanning eindelijk de microfoon gevonden. Heel vaak is het nog nooit zo geweest dat hij een microfoon gebruikte. Maar nou in één keer wel. Heerlijk. Hij doet wel leuk qua showtjes. En nou eindelijk dat hij de microfoon gebruikt. Echt leuk. De En dan gaan we echt richting de Walking Strap. En dan hebben we daar nog een touwtrekspel die ik ook nog nooit heb gezien. Fruitje Paleis. Hartstikke leuk versierd. Lekker kleurrijk. Dan hebben we hier nog een chipstrip. En dan hebben we hier de Walking Street, Rijst van de Dauphin. Ja, die hier ook uit Bergen zo vandaan komt. Al verschillende kennis gezien, staan ik op de volg. En soms wel eens op de najaar. En deze is gebouwd bij Ekkebo. En zo gaan we naar een strandfeestje toe, die we nog aan de kust hebben gezien. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog de Beach Party, Rijst van de Blokker. Die volgens mij voor het laatst nog op Naaldwijk of Katwijk hebben gezien. Toch altijd wel een van de leukste wipjes om te doen. Ik weet niet of ik het goed hoor, maar zit wel alles op zijn plekje volgens mij. Zit niet achter. Dat wil ik niet zeggen, maar ja, hier heb je altijd toch wel leuke ritten en leuke shows erop. Ofwel de Beach Party van Blokker. Ook ben ik heel benieuwd naar de restyle, als hij volledig klaar is. Ze hebben de randverlichting de afgelopen jaar gedaan. Het naambord de afgelopen jaar gedaan. En nou ben ik gewoon heel erg benieuwd van hoe komt nou die achterwand eruit te zien. Daar ben ik het meest benieuwd naar. Naar de volledige uitstraling. Wat kom je tegen? Volgend jaar stap lekker erin. Er zit nog alles op zijn plekje bij je. En zo weer door richting de laatste zaken alweer. En dan hebben we hier nog de driver's seat. Een uitscooterij zit onder de voer, gebouwd bij Betathon. Hier kan het wel eens afwisselen voor autoscooters. Zoals het een paar jaar geleden Future World en nu driver's seat, die altijd wel op de najaar staan. En zo gaan we richting de Nederlandse Muziek Express. Zeven is de Muziek Express, Rijstonden van Zunder. Onze eigen Nederlandse Muziek Express. Ja, en volgens mij zelfbouw of CP, maar dat wil ik nog steeds niet zeggen. In ieder geval, ja, het is altijd wel een leuke rustbaan om te doen. In ieder geval, ja, dit is dan het type Muziek Express wat we in Duitsland gewend zijn, maar wel een beetje in de stijl van, ja, zeg maar, de rustbaan hier in Nederland. En kom je tegen, stap erin en geniet van de rit en show. En deze zijn we nog vorig jaar, als ik goed heb, in Oosterhout sowieso tegengekomen op andere kermissen. Maar ja, het is altijd wel leuk om deze te zien. En de eigenaar voor van ze was Leenders. Ja, die hebben toch altijd wel een leuke rit. Een hele goede show erop, als ze zin hebben. En als ze zin hebben, gooi je ze ook nog discobollen in het dak. Maar dit is helaas het geval niet. Maar het is gewoon een leukertje om te zien en om te doen. En zo gaan we door richting de dag van morgen. En ze komen een beetje op het middengedeelte en dan hebben we hier nog een crazy ticket. Hier een heel mooi schietsalon, de voorfront echt heel mooi. Sowieso die naambord bovenin, echt heel mooi gedaan. Met ledjes en verschillende paintings of weet ik wel wat er doorheen loopt. Ziet echt heel mooi eruit, echt heel leuk. En dan hebben we hier nog het snoepkraampje van de Zanden. En hier nog een eentjes hengelen. En dan hier toch al een van mijn favoriete grijpkramen. Nou, die van Valen. Alleen, ja, ik heb net gekeken aan de andere kant. Maar hier mis ik weer die klaar die aan het dak van hangt. Dat mis ik toch wel. Maar verder is dit echt een hele mooie om te zien. En daar heb je dan de grote grijpkraam van Valen. En dan gaan we door richting een babysport die op het midden staat. En dan hebben we
daar nog een coin pushen, coins clip met de babysport ernaast van Keizer. En dan hier nog een suikerspin. En dan daar een oliebollenkraam. En zo komen we weer bij de Coast House uit. En dan gaan we op naar de dag van morgen. En dan gaan we weer lekker naar Duitsland toe. Ja, dames en heren, terwijl de Heineken Poliek, ofwel de Mega Poliek van Michel Schillen ben ik hier zo eens weg te draaien. En ik laat van jullie afscheid nemen hier vanaf Kiek in de Pop vanuit Bergen op Zoom. Nou, het was weer een leuke editie, een mooie editie. Eigenlijk ook de afgelopen editie dat ik hier ben geweest was toch wel leuker en gezelliger opgesteld. Ja, weer twee leuke gastzaken bij. In ieder geval, dat is dus de Muziek Express van de Zanden. En tevens de Coast House van Smit en Albus. Ja, echt leuke, twee leuke gastzaken. Verder, ja, staat Knusser opgesteld. Lijkt wel dat er nou meer zaken zijn aangetrokken. Ik weet wel, hier in het midden stonden altijd afgelopen jaren heel erg vooruit gezet. Dat is nou niet. Nou, lekker dicht op elkaar. De zaken rondom heen stonden nou ook veel dichter op elkaar. Dus dat is al beter qua opstelling. Qua technische organisatie, ja, was al beter. Maar ik weet wel nog, de jaren hiervoor, ja, was het, als het regende, telkens lopen op zand, modder, gras. Nou, dat was echt rampzalig. Nou zijn de rijplaten eindelijk neergelegd, dus ja, is het lopen al een stuk fijner en prettiger. Leuke nieuwe zaak aangetrokken, echt gewoon complimenten. Ook een betere wegbewijzering. In ieder geval bij de ingang, daar stond nou zeg maar een bordje van welkom op de Bergse kermis, was al leuk gedaan. Bij de wc's zijn nou het hanghek neergezet met pijlen en doeken van hier is de wc. Ja, echt gewoon technisch gezien is hij al veel beter dan de afgelopen jaar, als ik het moet zeggen. Maar in ieder geval, dat was dus de Bergse kermis hier in Bergen of zo. In ieder geval, morgen gaan we lekker naar Bochum toe, naar de Bochumse kermis. Gaan we een paar mooie zaken doen. Bijvoorbeeld de Chaos Airport van Haberkorn, waar ik al jarenlang naar uitkijk om die mooie loopzaak te doen. In ieder geval, het is echt een schitterende loopzaak van dienst, als ik eerlijk moet zeggen. En eindelijk is het morgen zover, gaan we hem doen. De Skyfall van Goetske gaan we eigenlijk weer doen na jaren. We hebben het pak weer over 10, 11 jaar. Want 2013 was de première in München op de Oktoberfest. En nou, na zo'n lange tijd, ga ik hem weer opnieuw doen. Echt heerlijk. En dan gaan we nog een paar andere mooie toppers opzoeken. Maar dat is dan vanmorgen. Maar nog niet gedaan. Vergeet dan even dat blauw duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even op de YouTube-kanaal Dutch Coast Community abonneren. Leuke reviews, vlogs, onderwijs, afreis van verkeers en pretparken. Ik zou zeggen, tot morgen vanuit Bochum. En houdoe! Thank you.